Veel mensen weten het niet en die zou het eigenlijk niet zeggen, maar de mug is wel het dodelijkste beestje op aarde. Per jaar gaan er bijna 500.000 mensen dood aan malaria en daar doe ik onderzoek naar. Tijdens mijn studentenperiode heb ik veel stages in de tropen gedaan. En daar kwam ik eigenlijk al snel achter dat ik infectieziekten heel erg fascinerend vind. En wat me boeit aan infectieziekten in de tropen is dat het vaak ziekten zijn die in landen zoals Nederland goed te behandelen zijn. Terwijl er in de tropen veel mensen aan doodgaan. En malaria is daar een goed voorbeeld van. Dus per jaar gaan nog steeds bijna 500.000 mensen aan dood. En daarom is een vaccin eigenlijk dringend nodig. Uiteindelijk ben ik in het Radboud UMC terechtgekomen. Het Radboud heeft een heel uniek malaria-lab. En ik wilde heel graag malaria-onderzoek gaan doen. Dus ik heb destijds ook daar gesolliciteerd om als artsonderzoek aan de slag te gaan. En daar werk ik nu. Nou, het doel van een vaccin is eigenlijk om je lichaam te trainen om een indringer te herkennen. En vervolgens heel snel daar afweer tegen te maken, zodat je er niet ziek van wordt. Dat kan op heel veel verschillende manieren. En wij werken met een malaria-vaccin. En normaal, als je geprikt wordt door malaria-mug, dan spuit die mug de parasieten in je huid. En die parasieten zwemmen van je huid naar je lever toe. En dan blijven ze een paar dagen om uit te rijpen. En uiteindelijk komen ze in het bloed terecht. En pas als die parasieten in het bloed zijn, dan word je ziek. Dat is wanneer je die typische malaria-symptomen krijgt. En dat lijkt heel erg op een ernstige griep. Dus mensen krijgen hoge koorts, die krijgen hoofdpijn, zijn vaak misselijk. En wij werken nu met een vaccin dat werkt met een echte parasiet. Alleen die parasiet die kan niet in het bloed terechtkomen. Dus die komt in het lever, die probeert daar uit te rijpen. Maar die mist twee genen om in het bloed terecht te komen. En omdat hij die genen mist, gaat die parasiet dood en wordt het opgeruimd door je lichaam. Het mooie is, omdat het in het lever blijft, word je er helemaal niet ziek van, omdat je er helemaal geen klachten van krijgt. Maar je lichaam heeft wel een paar dagen de tijd om er afweer tegen op te bouwen en zo getraind te worden om de volgende keer, als je een echte malaria-infectie krijgt, om je te beschermen. Dat is natuurlijk wat we nu aan het onderzoeken zijn. Dat weten we nog niet. Wat we nu aan het doen zijn, is we hebben een grote groep vrijwilligers. Een deel van de vrijwilligers die zal het nieuwe vaccin krijgen. En deel van de vrijwilligers krijgt een placebo. Dus die krijgt gewoon zoutoplossing. En we gaan straks onze vrijwilligers een malaria-infectie geven. En dan gaan we kijken of de mensen die het echte vaccin hebben gehad, of zij beter beschermd zijn tegen de malaria-parasiet dan de mensen die een placebo hebben gehad. Zeker, ja. Ik vind het heel erg leuk om te zwemmen. Ik spreek ook graag af met vrienden en met familie. Als ik meer vrije tijd heb, dan maak ik graag verre reizen. Liefst naar plekken waar ik kan duiken of de bergen in kan gaan. En ik ben van mezelf heel erg nieuwsgierig. Dus ik vind het heel erg leuk om naar nieuwe landen te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. En ik denk eigenlijk dat dat ook is waarom ik mijn onderzoek zo leuk vind. Omdat ik heel erg nieuwsgierig ben. Faces of Science.